Yo gasten, en welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Fish. En vandaag doen we weer Road to Life Infected D-Nable. We spelen vandaag op Retreat als eerste map. En ja, ik speel natuurlijk altijd twee maps. Laat er vast trouwens even een blauw duimpje achter als je dat nog niet hebt gedaan. Oh yes, we krijgen een Tech 19 shotgun. Dat is best wel nice. Alleen krijg ik wel heel veel hitmarks altijd met dat ding. Ik gebruik hem namelijk altijd in search, want ik ben nogal op een search grind tegenwoordig. Maar ja, op zich zou dit wel moeten kunnen lukken. Alles werkt ongeveer een beetje mee. Ik heb vandaag mijn coole cowboy hat unlocked. Dus dat is natuurlijk super awesome. Ik heb mijn groene optic shirtje unlocked in Call of Duty. Dus dat is awesome. Ik heb mijn scuff controller weer back. Dus dat is ook awesome. Dus eigenlijk werkt alles op dit moment wel even mee. Dus hopelijk kunnen we vandaag gewoon de DNA droppen. Of dicht bij de DNA komen. En of course, ik krijg meteen een hitmarker. Zoals ik al zei. Ik krijg heel veel hitmarkers met deze shotgun. Echt ongelooflijk. Soms schiet ik mensen op hun hoofd en dan krijg ik nog een hitmarker. Maar geloof me, als iemand jou met een shotgun op je hoofd schiet, dan dan wens ik je veel succes in je verdere leven. En zo, ja, zo makkelijk is het gewoon. Dat ga je niet overleven. Ik denk persoonlijk, als je toch wel met een redelijk shotguntje in je maag wordt geraakt, dat dan toch best wel veel pijn doet, zeg maar. Om het rustig te zeggen. Helemaal met zo'n groot geval. Nou. Iemand is gekickt voor inactivity. Kan ik best begrijpen dat je inactief bent, vooral in het begin. Altijd een saaie boel. En laat trouwens ook even een comment achter natuurlijk, hè. Want ik lees natuurlijk altijd alle comments. Of ik lees alle comments. Zo makkelijk is het gewoon. Omdat ik natuurlijk ook op mijn eigen YouTube kanaal de laatste tijd niet echt veel video's maak. Dus ik lees dan altijd wel de comments, zeg maar, onder deze video. En voor de rest, ja, voor de rest doe ik eigenlijk niet veel op streamen na 5 dagen in de week. Doe ik niet veel. Zit de hele dag op school, elke dag. En dan ook echt de hele dag. Doet niet veel. Ik sta elke dag om 6:15 op. 6:30 thuis, daarna nog streamen. Doet niet veel, nee. I like it alleen maar zo. Nee, maar gewoon, zeg maar, met YouTube was gewoon altijd, ja, ik weet niet, dan heb je gewoon het gevoel alsof je veel drukker bezig bent ofzo. Kan die gast eens even wat gaan doen? Voordat ik straks ook geïnfecteerd word en daar heb ik niet veel trek in. Ik ben net goed bezig, 2 kills. Victory, what the fuck is dit? Ik wist niet eens dat dat kon. Nou, dat was een awesome eerste game. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat was wel een beetje flut. Maar ik zou even een nieuwe game zoeken. Misschien dat we 3 games doen. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe de volgende gaat natuurlijk. Dat we dan weer eerst infected zijn of zo. Dan zou dat op zich wel tegenvallend zijn. Hier zie je mij. Coole boy met mijn cowboy hoed. En mijn optic shirtje. Zoals ik zei, die heb ik net unlocked. Dus dat is super awesome. En dan zie ik jullie zo meteen in de volgende game. Tot zo. Oké, let's go. Game nummer 2. Daar gaan we. YouTube loopt ook trouwens heel erg kloten, dus geef gewoon even deze video een duim omhoog. Want de feeds en alles is gewoon kapot op YouTube. Ja, YouTube, hè. Dat is ook echt iets typisch YouTube. Je denkt altijd van, nou, over een tijdje dan fix YouTube het wel. Maar dan fixen ze fixen het nooit. En ze zeggen er ook nooit zelf iets over op hun Twitter of wat dan ook van, oh, nou, de servers zijn down, of dat werkt niet. Maar dat is op zich best logisch als gewoon elke dag iets kapot is aan je website. Ja, dan zou ik het persoonlijk zelf ook niet online zetten. Dus ja, ze hebben natuurlijk ook niet genoeg geld om gewoon hun site te verbeteren. Dus ja, dat is natuurlijk ook zwaar voor hun. Oké, nou, er zijn nog 3 mensen geïnfecteerd. We spelen trouwens met een laserbeam. Holy shit, ik heb gewoon een headshot met mijn laserbeam. Ik moet zeggen dat ik niet zo fan ben van laserbeams. Nou, moet ik ook eerlijk toegeven dat ik ze ook weer niet heel erg de kans heb gegeven om mee te spelen. Dat ik gewoon vooral ook normaal met normale wapens speel. En ik ben al zo vaak geprestiged dat ik gewoon heel veel wapens ook nog helemaal niet uitgeprobeerd heb. Want ze blijven ook maar prestiges bij maken in dit spel. Droppen ze natuurlijk ammo. Nou, ik weet niet wie de ammo nodig heeft bij een laserbeam. Dat is echt de scheefste aim ever. Go, go, go.
Nou, hopelijk kunnen we vandaag de DNA-bom halen. Maar we gaan het zien natuurlijk wat het wordt. Op 5-0, dat is nice. Oh, en als ik trouwens af en toe gewoon Engels tussendoor praat, dat viel me de vorige video ook wel redelijk op. Af en toe nog wel wat Engelse shit tussendoor zeg. Dan spijt me dat. Als je niet weet wat het betekent, Google vertaler is je beste vriend. Wow, dat is een goede tip. Nee, maar gewoon even serieus. Het is gewoon soms gewoon echt weird voor mij om gewoon een Nederlandse YouTube video te maken. Klinkt heel raar, omdat ik natuurlijk ongeveer twee jaar lang, misschien zelfs iets langer, gewoon Nederlandse YouTube video's en dan opeens ga je gewoon 3 maanden of 3,5 maand dan streamen in het Engels en opeens kan je geen eens normale Nederlandse video's meer maken. Moet ik zeggen dat ik op mijn eigen kanaal ook niet echt heel veel tijd erin stop. Omdat ik gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon 1 keer in de week een YouTube video maken op Fish kanaal, dat vind ik niet zo erg, zeg maar. Maar voor de rest heb ik niet heel veel zin om nog video's op mijn eigen kanaal te maken. Als ik heel eerlijk ben. Ah, ik dacht dat ik iemand daar zag. Ik weet, geef ze mij ook gewoon die roze schoenen daar zo, want dat ziet er gewoon sick uit. Sommige mensen hebben echt altijd exo geluk. Nou heb ik een cowboyhoed, dus daar ben ik al wel heel erg blij mee. Het begint toch best wel nice zo. 9 op 0. Ik heb niks te klagen eigenlijk. 10 hipfire kills. Nou, daar heb je het al. Ik heb dus dit ding echt bijna nooit gebruikt. Op 12 op 0. En daar had trouwens iemand de vorige keer in de comments wel gelijk over. Ik zat natuurlijk op een 18 killstreak of zo, maar dat is ook eigenlijk gewoon bijna niets. Want ja, je moet gewoon zo'n verschrikkelijk hoge streak hebben in dit spel om een gewoon DNA te halen. En dan is het al bijna onmogelijk om dat in dit spel te halen. Mensen zijn natuurlijk ook verschrikkelijke campers en alles. Plus dat ik allemaal achtelijke wapens krijg. Als je gewoon hier een als je gewoon in Infected een DNA had eigenlijk, ben je gewoon echt een freaking baas. Hey, en beter haal ik er nu een. Hey. Laserbeam had even oplaadproblemen ofzo. Dan moet ik wel zeggen dat het toch wel steeds beter gaat. In Road to Life Infected DNA, holy shit, ik kan even niet meer nadenken nu. Want we zitten gewoon vandaag weer op een 19 streakie. Als hij niet alles stilt, kunnen we misschien ook nog op een hogere streak komen. Maar ik moet zeggen dat mijn Scuffy wel redelijk helpt. Wat? 23 om 1. Hoe werd ik hier nou genuifd? Wat? Ik kon niet eens zien hoe ik dood ging. Waarschijnlijk gooide die met zo'n ding gewoon rennen. Pots. Door mij heen. 23 om 0. Vuile flikkers. Zo dichtbij. Als het goed is moet je een 30 streak halen. Als ik nog gewoon een brein heb. Volgens mij. Als het goed is wel. Nou, 7 ervan af. Dat ik natuurlijk makkelijk kan halen. Nou, in ieder geval. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie nog vervelen of wat dan ook. Kijk dan even in de beschrijving. Daar staat mijn Twitch TV kanaal. Daar livestream ik 5 dagen in de week op. Heb ik vakantie. Dan stream ik eigenlijk gewoon elke dag. Om het maar even zo te zeggen. En gewoon ook de hele dag. En even kijken wat we allemaal hebben unlocked hoor. We hebben een mooie broek unlocked. Dan heb je er niks aan. Want ja, als je gewoon een DNA haalt, dan ben je het de volgende keer ben je het weer kwijt. Slaat natuurlijk op heel veel dingen. Nee, ik weet niet. Het is gewoon onzin. Ze moeten gewoon geven. Klaar. Hou het gewoon. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Later. Peace.